De verkiezingen. Op de Harlekijn gaf de meester les. We gaan het vandaag hebben over het geloof van sommige mensen. Nou, wie weet er een geloof van jullie? Boris. Katholiek? Goed zo, Boris, want dat zijn we allemaal. Ja. Maar wie weet er nog een ander geloof? De islam, meester. Ja, en hindoeïsme. Moslim. En Jehovens getuigen. En het jodendom. En het christendom. Hé, dat is raar. Christendom, jodendom, zijn die dan allemaal dom? Nee, natuurlijk niet. Dat is gewoon de naam van het geloof. Dus iedereen is hier katholiek op school? Ja, nu ik erover nadenk. Ja, iedereen is katholiek op school. Maar waarom zitten er dan geen andere mensen van een ander geloof bij ons op school? Volgens mij is dat bepaald een beetje in de politiek in Den Haag. Dat is raar. Ja, maar ik bepaal de regels niet. Maar mag er dan echt niemand van een ander geloof hier op school? Nee, dat is schijnbaar verboden in Nederland. Maar we kunnen hier nog uren over praten. Maar we moeten nog rekenen, taal en schrijven. Dus pak je rekenspullen maar, dan gaan we aan de slag. De kinderen pakten hun rekenspullen. Het was te merken dat het nog niet helemaal lekker zat. Ik vind het toch maar raar van al die culturen en zo. Ja, ik snap er niks van. Waarom mogen die kinderen niet bij ons op school? De hele klas praat nog na over de vorige les. Iedereen heeft toch recht op onderwijs? Maakt toch niet uit waarvan je afkomt? Ik vind het ook een beetje raar. Waarom mag dat dan niet? Iedereen had er wel dezelfde mening over. Hij is de baas van ons land. Degene die dat verzonnen heeft, is gewoon een racist. Jongens, we hebben het er wel nog een andere keer over. We gaan nu rekenen. Buiten de klas zaten twee kinderen naar binnen te kijken. Ik vind het zo jammer dat we niet naar school mogen. Ja, wat belachelijk dat we niet van de stomme leider naar school mogen. Ja, alleen omdat we een ander geloof hebben, dat is toch belachelijk? En alle andere kinderen mogen wel naar school. Ja, wij hebben toch ook recht op onderwijs? Verdrietig lopen de twee meisjes weg. Wie zijn jullie? Ik ben Selma. Hoeven jullie niet naar school? We mogen niet naar school. Waarom niet? Nou, omdat we een ander geloof hebben. Ja, dat is heel stom. Daar hebben we toevallig vandaag nog over gehad op school. En we vinden het belachelijk dat jullie niet naar school mogen. Ja, wij willen zo graag naar school. De twee meisjes vertelden hun hele verhaal. Maar wel handig dat we nu slavinnen hebben. Ja, heel handig. Ja, ze dragen onze boodschappen en poetsen onze schoenen. Wel handig. Ze moeten rotsklusjes doen voor rijke mensen. Ik vind het helemaal niet leuk om voor de rijke vrouwen te gaan werken. Ik wil ook naar school. Wat doe ik nou nog meer van die rotklusjes doen? Slaven! Hier! Slaven, kom nou! En dat terwijl ze naar school willen. Kom nou. Ik heb mijn hele schoenen vol zand gemaakt. Oppoetsen. Oké, doe ik wel. Dat gaat sneller, kom op. Ah! En jij draagt de boodschappen. Maar die tas is zo zwaar. Niks meer te maken, mee naar ons huis. Nou, kom op. En dat is een beetje dol. Ze worden ook nog eens slecht behandeld. Het hielp niet op met de rotklusjes. Kom op, kan sneller, hier betaal ik je niet voor. Hoef je ja te duren. We kunnen het morgen met de meester een keer bespreken. Ja, willen jullie dat doen? Ja, zien jullie morgen wel. Tot morgen dan. De kinderen gingen naar huis, terwijl de twee kinderen achterbleven. Kom maar binnen, jongens! Ik merkte dat bij jullie de les over het geloof helemaal niet helemaal lekker zat. Niet lekker? Ik heb de buikpijn van gekregen, meester. Moet je horen, meester. Gisteren op straat kwamen twee kinderen tegen. Ja, en? Dus twee kinderen? Nou, die mogen niet naar school omdat ze een ander geloof hebben. Dat is toch belachelijk, meester? In wat voor land leven wij? Ja, een land waar kinderen niet naar school mogen. En dat komt allemaal door de politiek. Ieder kind heeft toch recht op onderwijs, meester? Ja, maar ik wilde jullie nog een filmpje laten zien. Wat voor filmpje, meester? De meester zet een filmpje op over de huidige leider van Nederland, die alle regeltjes verzonnen heeft. Beste Nederland, mijn naam is Ruud de Tweede.
Culturen gaan niet samen, beste Nederland. Daarom heb ik een oplossing ervoor bedacht. Er moeten nieuwe scholen worden gebouwd voor kinderen die een ander geloof hebben. Stem op mij, want andere geloven gaan niet samen. En wij zijn nou eenmaal een vrij land, dus zitten er gewoon ook andere kinderen in ons land. Maar die moeten dan maar een andere school vinden. Dus Nederland, stem op mij op Rutte II, want culturen gaan niet samen. Hebben jullie mij gehoord, Nederland? Culturen gaan gewoon niet samen. Dus stem op mij, op Rutte II. Nou jongens, wie wil er op dit filmpje reageren? Die man is lelijk en streng. Die man is gewoon gek. Die moet dat niet doen. Belachelijk wat hij allemaal zegt. Wat een belachelijke man. Hoe is hij eigenlijk ooit leider van het land geworden? We leven in democratie. En die man is toen in die tijd gekozen. Maar dan wil ik een andere leider. Meester, maar hoe kunnen we daarvoor zorgen? Nou, als het kabinet valt, dan komen er nieuwe verkiezingen. Kabinet, dat is toch een kast? Dan hoeven we alleen maar een kast om te duwen. Nee, niet zo'n kabinet. Dat zijn mensen van de politiek. We hoeven alleen maar struikeldraad te plaatsen, dan vallen ze. En dan is het kabinet gevallen. Nou, we zullen zien wat er in Nederland zou gebeuren. Met een beetje struikeldraad. Het kabinet was nu officieel gevallen. De verkiezingen voor een nieuwe leider konden beginnen. Leider van Nederland moet worden. Omdat ik tenminste goede regels in het land maak. Terwijl jij een buitenlander bent. Jij kan geen leider van dit land worden. Wat je me nu hebt gezegd, heb je me echt heel diep mee gekwetst. Ik vind goed dat culturen samen moeten kunnen. En dat Nederland ook een kans erin moet krijgen. Houd toch op met klappen, want hij vertelt is toch alleen maar onzin. Boe! Er zijn al gewoon eenmaal verschillende culturen. En in Nederland is dat katholiek. Dus jij gaat je daar niet mee bemoeien. En op mijn school en op deze scholen in Nederland zitten gewoon alleen maar katholieke kinderen. En er komt geen ander geloof bij. Ik vind dat culturen wel samen kunnen. Kinderen hebben ook vrienden uit een ander land. Nou dan, en die spelen toch ook samen? En op school? Nee, gaat niet. Omdat jij alles hebt verpest. Wat heb ik dan verpest, hè? Volgens mij zijn hebben alle kinderen het leuk op deze school. En het is gewoon altijd gezellig hier. Hoe bedoel je? Ik mag hier niet eens naar school. En het komt allemaal door jou. We mogen nog niet eens naar school. We moeten rotklusjes gaan doen. Zie je nu wat je doet? Zo maak je kinderen toch niet blij? De kinderen werken goed voor ons, ze hoeven niet naar school. Jullie hebben tenminste geluk dat het een vrij land is. Jullie hebben geluk dat jullie hier mogen overnachten. Maar dat jullie op school mogen, dat gaat iets te ver in ons land. Wat? Ik wil ook gaan leren! Ik wil ook onderwijs gaan halen, ja? En kinderen hebben het recht op onderwijs. Daar heb je gelijk in, kind. Ik ga ervoor zorgen dat ieder kind op school mag zitten. Dan zullen wij de stemrondes maar eens afwachten, meneertje. Ik hoop dat de mensen in Nederland goed gaan nadenken op wie ze gaan stemmen. Het was tijd voor de stemronde. Het was erg druk. Rood was voor Rutte II en groen was voor de nieuwe kandidaat Eickhout. Het was de grote dag van de uitslag. De winnaar zou vandaag bekend worden gemaakt. Welkom mensen bij de uitslag van de politieke verkiezingen! Eickhout! 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 Rustig! De winnaar van de politieke verkiezingen is... Eickhout! Ja! Vanaf nu was het veel leuker op school. Iedereen was welkom. Wat fijn is het dat jij hier in de klas zit. Ik vind het ook wel fijn dat ik hier in de klas zit. Goedemorgen jongens en meisjes. Goedemorgen allemaal. Ik vind het zo fijn dat er twee kinderen van een ander kwartier in deze klas zitten. Ja, ik ben blij dat ik eindelijk naar school mag. En dat die stomme leider niet meer aan de macht is. Yeah!